NenConnect kent drie verschillende rollen. Die van beheerder, gebruiker en expert. Een expert kan precies hetzelfde als een gebruiker. Het enige verschil is dat experts ook subcollecties kunnen aanmaken en beheren. Alleen normen die al binnen je licentie vallen, kunnen onderdeel worden van een subcollectie. Onder het tabblad Collecties vind je al je bedrijfscollecties, inclusief de subcollecties. Wie de eigenaar is, hoeveel documenten de subcollectie bevat en hoeveel gebruikers er zijn toegevoegd. Als expert kun je subcollecties beheren waarvan je de eigenaar bent. Subcollecties waar je geen eigenaar van bent, kun je alleen maar inzien. Mits je bent toegevoegd als gebruiker. Je kunt er eventueel voor kiezen om een ander eigenaar te maken van de subcollectie. Selecteer de nieuwe eigenaar en klik op Opslaan. Een subcollectie beheren houdt in dat je gebruikers kunt toevoegen en verwijderen uit de subcollectie en documenten kunt toevoegen en verwijderen uit de subcollectie. Daarnaast kun je als expert een nieuwe subcollectie toevoegen. Klik op Voeg subcollectie toe. Vul de naam en een omschrijving van de subcollectie in. En geef aan uit welke licentie er normen aan de subcollectie kunnen worden toegevoegd. Klik op Opslaan. De nieuwe subcollectie is nu aangemaakt. Wordt bijgewerkt houdt in dat als er een update komt van de norm, deze automatisch wordt toegevoegd aan de subcollectie. Vervolgens kun je dan gebruikers en documenten toevoegen. Voer de naam of het e-mailadres in van de gebruiker die je toegang wilt geven tot de subcollectie en voeg de gebruiker toe. Documenten toevoegen gaat al even gemakkelijk. De blauwe button toont direct alle documenten binnen de gekozen licentie die je kunt toevoegen. Klik op het document dat je wilt toevoegen, klik op de groene button en selecteer de subcollectie waar je het document wilt onderbrengen. Terug naar het overzicht subcollecties. We zien dat de medewerker en het document zijn toegevoegd. Uiteraard is het ook mogelijk om één of meerdere normen uit een subcollectie te verwijderen. Let op, een expert kan een document wel uit een subcollectie verwijderen, maar niet uit een licentie. Een beheerder kan dit wel. Als een beheerder een document verwijdert uit de licentie, verdwijnt deze dus ook uit de subcollectie. Maar hij blijft wel zichtbaar. Met andere woorden, je kan de norm nog wel zien, je kan hem alleen niet meer inzien. Alleen een eigenaar of beheerder kan een complete subcollectie verwijderen.